Ik ben Gregory Sedok en mijn verhaal gaat over het overwinnen van tegenslagen, het gebruik van data in de sport, maar ook over vitaliteit. Hoe hou je je medewerkers namelijk fit en vitaal? Vitaliteit op de werkvloer is belangrijk omdat je als werkgever, maar ook als werknemer gezond je pensioen wil halen. En dat is niet alleen maar een beetje bewegen en gezonde voeding. Daar komt veel meer bij kijken. Kom je genoeg buiten? Zit je lekker in je vel? Hoe is je werkgeluk? Heb je genoeg carrièrekansen? Al dat soort zaken, kernwaarden die voor jou belangrijk zijn om te kunnen functioneren, dat is uiteindelijk vitaliteit. Dat is belangrijk om uiteindelijk gezond je pensioen te halen. Er zijn heel veel stappen te zetten bij bedrijven als het gaat om vitaliteit en met name de denkwijze daarvan. En daarin hoop ik dat werkgevers gaan nadenken over die verschillende vitaliteitscirkels die er zijn. Dus kijken naar het totaalplaatje van de mens voordat we allerlei zaken gaan invullen voor de werknemers. Zoals tuinen inrichten of gyms inrichten. Kijken waar de behoefte ligt. Kijken wat de werknemer daadwerkelijk nodig heeft om uiteindelijk lekker in zijn vel te zitten en daardoor dus goed te kunnen presteren. Het gaat om de lessen die ik heb geleerd tijdens mijn sportcarrière, die ik nu kan inzetten, die ik nu kan gebruiken om uiteindelijk ook gezond mijn pensioen te halen. En dat is geluk, dat is levensgeluk. En dat is voor mij heel belangrijk en dat gun ik jullie ook.